In Heracles TV spelen we dit seizoen de Heracles Quiz. Deelnemers krijgen 5 vragen en kunnen kiezen uit een makkelijke of een moeilijke vraag. Een goed antwoord op een makkelijke vraag levert 1 punt op een moeilijke vraag 3 punten. En zo weten we aan het einde van het seizoen wie over de meeste Heracles-kennis beschikt. De eerste categorie is spelers, een makkelijke of moeilijke vraag? Doe maar een moeilijke. Bij welke buitenlandse club is Willy Overtop momenteel actief? Zulte Waregem. Dat is goed, 3 punten. Kijk aan. Tweede categorie, trainers, makkelijk of moeilijk? Doe maar makkelijke. Onder welke oud-trainer behaalde Heracles de hoogste eindnotering in de Eredivisie? Peter Bos. Fout, Gert-Jan van Beek. Volgende categorie is historie 1903 tot en met 1980. Makkelijk of moeilijk? Makkelijker. Op 8 november 1964 haalde Heracles een toeschouwersaantal tegen Feyenoord. Waren er bij dit duel meer of minder supporters dan 24.000? Minder. Dat is fout. Waren er meer? 25.000. Categorie historie 1980-1999. Makkelijk of moeilijk? Een moeilijke. In welk jaar trad Jan Smit aan als voorzitter van Heracles? 1999. Bijna, was 98. Fout. De laatste categorie is historie 1999 tot nu. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Welke trainer was tussen 2006 en 2007 trainer van Heracles? 2006, 2007 zei je. Ruud Brood. Dat is goed. Je hebt 6 punten. Dat is, dat is niet slecht. Dat... Subtop. Ja, dat is toch wel lekker, moet ik zeggen. Hè, een jongen die niet uit de buurt komt, toch nog eventjes een aantal puntjes gesprokkeld. Je hebt stiekem gestudeerd, hè? Ik heb toch wel eventjes gekeken, moet ik heel eerlijk bekennen, ja.